Ik ben Kees Ploeger, ik ben publieksmedewerker van het Rijksmuseum. En iedere dag, voordat ik aan het werk ga, loop ik even door het museum. En het gaat me erom dat ik inspiratie zoek in een geheel verlaten, stil museum om een zelfstandige tekening te maken. Het is begonnen met de Staalmeesters volgens mij. Staalmeesters is een schilderij wat zo'n ongelooflijk goede compositie is. De tekeningen die ik maak zijn echt een verslag van hoe ik naar zo'n schilderij kijk. Hoe het in elkaar zit. Hoe de lichte vlakken zich verdelen tot de donkere. En dan pas kijk je van wat het voorstelt en wat de dramatische dynamiek in een schilderij is. Ik doe dat zoals een jazzmuzikant een liedje benadert. Ik blijf binnen de context van vlakverdeling, maar ik zoek mijn eigen invulling eraan. Meestal is het zo dat het stoppen van tekenen niet wordt bepaald doordat die tekening klaar is, maar omdat ik aan het werk moet. Dus dan heb ik nog net tijd om naar mijn werkplek te gaan, onderweg mijn das te strikken en mijn boekje op te bergen. En dan is het 9 uur museum open en draaien. Als je wilt beginnen met tekenen, begin met een vel papier en een pennetje. Zet een lijn. Probeer je ver te houden van of het lijkt ja of nee. Hier ben ik eigenlijk niet zo gelukkig mee, omdat je ziet dat ik te veel mijn best ga doen. Zo'n schilderij, dat is er al, dus je hoeft dat niet nog een keer te doen. Wat mij betreft is een tekening pas echt geslaagd als het niet meer lijkt op het schilderij waar ik voor stond toen ik het maakte.